Yo mensen, ik ben hier weer met Jo. Wat? Overnieuw. Overnieuw. Yo mensen, ik ben hier met Ronald en wij doen weer Dual Craft, toch? Was Ja, het? Ja. DualCraft. En ja, jongens, deze episode nemen we rechtstreeks achter episode 1 aan. Want wel, we zijn Ja. bezig met de start. Dus echt suggesties mag je achterlaten. Alleen denk niet dat we het al meteen de volgende aflevering gaan doen. Dus Ja. ja. Dus het is al ongeveer bij episode 5, 4 of zo dat we Ja, dan. echt de reacties gaan kijken. Ja, dan gaan we echt flink bezig met de reacties. Ja, en dan gaan wij het doen. En dat klonk, ja. Weer fout, Jordi. Stoute Jordi. Oh. Wanneer Hey, goed Jordi. die... Kippenfarm. Waar is een kippenfarm? Hier achter het huis. Hier kunnen we kippen houden. En dat is wel handig, ja. Daar ga ik nu achteraan. Achter de kip. Ik Kiep. leg daar nog mooier nog een fornuis neer. 20 iron is klaar. Ik leg het even in de chest neer. Dat is goed. Dan kunnen we Zo. wat zwaarder van maken zometeen. Ik heb als het goed is nog ergens eten liggen hier. Dan leg ik dat ook er even in. Zo. Dan doe ik even gewoon dit. Zo. Hoppakee. Prima. En ja, ik ga even een cave zoeken. Ik weet niet wat Ronald gaat doen. Ja, ik ga even op zoek naar kippen en ik ga zo meteen denk ik eventjes wat. Oh, we hebben ook koeien. Oh, die neem ik ook mee op de Oh, terugweg. kijk, allemaal van die zeppelin dingen. Wacht, dan neem ik eerst even koeien mee. Dan houden we gewoon koeien en kippen bij elkaar. Doen we Dan dat. maar haal ik even wat dirt. Zo. Zo, ik heb 3 koeien hier volgens mij. Dus dan kunnen we meteen ook even een cow farm voor leer. Want leer is erg kostbaar in Minecraft tegenwoordig. Dus ja, 2 koeien, helemaal goed. Oh, ik heb als goed ook nog leer ergens, maar ik heb volgens mij al een chest. Ja, zit in de chest. Ja, ik had ook nog wat extra leer. Dat heb ik ook al in de chest gedaan. Oké, nice. Ik ga op zoek naar een cave. Ik heb En ook hier lava. is. Ik heb ook lava hier, dus we kunnen binnenkort al heel snel naar de Nether. Nice. Voor potions. Want potions zullen we wel nodig hebben, denk ik. Speed potions en zo. En ja, als jullie nog wel leuke deals of goals, wat deals, goals hebben of iets wat wij kunnen gaan doen in deze survival serie, dan zit het in de reacties. Zullen we als denk ik rond episode 5 of zo de echte reacties checken, omdat we Ja, dit dan allemaal da gaan denken. we echt gewoon dingen van de kijkers doen. Maar we moeten eerst een huis met settlement en zo allemaal hebben, dus. Shit, ik maak even een zo'n ding dat je je bomen kan oppakken. Omhak zo'n Ja, een X. bel. Of een bel, ja. Even kijken, zo. En we gaan inderdaad ook bij de NPC-village, zeg maar, blijven. Want nou ja, ik zag een paar hele goede trades en zo. En het is best een mooie omgeving. Ik denk dat we dan ergens daar gaan wonen of zo. In het bos, ik weet niet. Ja, het kan op zich wel, denk ik. Ja, moeten we even kijken. Heb jij zit er cobblestone in de chest? Dat weet ik niet. Ik heb geen cobblestone gemined. Ik kom wel terug Oh met ja, ik koeien, zie hier dus. cobblestone, dus Ik ik heb ook ga koeien, even. Jordi, kijk. Ik zag het ja net. Zo, hoppakee. Even dat in de chest doen. Hop, zo. Nice. Ook het zo in zo. Kom erin, jullie. Oké. Kijk, Jordi, koeien. Hallo koeien, of koetjes bedoel ik. Laat er altijd 2 over. Ik zeg het maar alvast. Wat gebeurt er dan? Wat? Komen er dan Nee, je moet er gewoon 2 overlaten. Oké. Anders kunnen we ze niet meer laten paren. Lol. Wat? Het is heel natuurlijk. Ja, dat klopt helemaal, ja. Dus ik Ondertussen ga ga ik even een alvast. boompje weghakken. Ja, is goed. Ik ga op zoek naar die kippetjes. Naar de kippetjes. Ik ga even voor Famerama spelen hier. Oh mijn god, ik heb geen eten meer. Ah, kijk, ik heb nog brood. Oké. Zo. Zo. En Sfeer natuurlijk, in. het is allemaal 1.6, dus we hebben allemaal nieuwe shit hierin. Dus ja, ik had ook in Dus, zoals de. paarden en zo. Ja, ik had ook wel origineel in de planning om een 1.6 adventure te doen. Maar ja, nu wordt het dus samen met Jordi. Tja, GG. Is wel nice. Ja, zeker. Oké, even kijken, waar was die kip ook alweer? Ik zoek een goede cave. Alleen waar is een cave? Of kom ik nu juist een cave Och, tegen? allemaal koeien hier, ik dood ze allemaal. Je mag, by the way, koeien mag je doden. Want, we hebben koeien thuis, dus. Oké. Mag ik ook schapen, jongen? Wat? Schapen, Schapen doden? jongen. Nee, we hebben nog niet, we hebben geen schapen nodig op dit moment, dus dood ze ook maar niet, want. Oké. Kijk eens, de eerste cave heb ik gevonden. Alleen ik heb geen kool. Daar zit wel kool in de cave. Ja, dat klopt. Ik hoor een kip. Oh kijk, hier heb ik gelijk kool, dat is very nice. Dus ik ga nu even kool hakken. Ik hoor een kip, maar ik zie hem niet. Zit hij in een boom of zo? En gewoon die heilige kiepen altijd. Oh mijn god, ik heb een cave gevonden. Lol. Zit jij nou in hetzelfde cave system als mij?
Ik ga nu toortjes maken, dus als je even... Ja, het stikt hier van de kool, dus ik denk niet, of, ik denk niet dat je in het cave system zit. Ik maak nu een toorts hier. Zie je licht ergens? Nee. Nee. Maar wat ik wel even ga doen, is ik ga wel even wat spruce wood zo hier plaatsen. Oh, dat is een zombie. Nou, ik weet wel gewoon langs de kust lopen, dan kom je vanzelf bij het cave system. Oké, nou, Kip. Het wordt donker, Jordi. Oh, ben jij bij de village ding? Bij de village? Nee, ik ga nu naar de village toe. Met een kip. Oké, zal ik dan blijven minen? Dan tp ik zo meteen aan jou. Ja, is prima. Misschien kun je wel even je home zetten of zo. Zet home. Zo. Dan kun je zo meteen terug tp. Ach, als ik hier gewoon een warp zet. Warp. Cave 1. Warp set cave 1 bedoel ik. Wat? Slash warp. Je moet warp en set met hoofd met spatie of niet? Nee, aan elkaar. Warp set aan elkaar. Nou, ik ga nu eerst. Cave 1. Waarom pakt hij dat niet dan? Moet het met ook met hoofdletter dan? Nee, gewoon warp set, spatie en dan cave 1 of zo. Cave ik heb al warp cave gezet, maar ik weet niet of. Warp set. Cave. Waarom doet dat ding het niet dan? Cave. Warp cave heb ik al gezet. Maar ik doe warp set cave 1. Gewoon zo. Het type maar ja. Kut. Zoiets of zo. Warp. Maar je moet toch ook warp set erachternaan doen? Ja, oké. Okay. Gewoon. Warp. Warp. Cave 1. Kijk gewoon zo. Kijk, unknown comment, what the fuck? Dus ga ik even op minen. Ik laat jou. Serieus. Warp set cave 1. Kijk, unknown comment, what the fuck? Huh. Is een beetje vaag. Ben ik überhaupt wel op? Test. Ja. Of wat op mij is? Dat kan niet. Ik ben al op. Oh, lol. Oh, kijk, iron. Als die kippen de lava in donderen, serieus, I'm gonna kill myself. Dus daarom gaan we er ook wel omheen, denk ik. Godskleren, hebben we die zombies op donderen. Ja. Oh, het is niet zo heel erg goed. Okay. Cave system dit. Dus je kunt me zo meteen tp als ik het zeg. Ja, is goed. Ik ga eerst die kippen allemaal. Ik ga eerst regelen dat we eten, dus we hebben dan daarna tp. Ik wil naar jou voor cave dat we in ieder geval full iron kunnen krijgen. Nou, hier is wel best wel veel kool. Maar wat vind jij? Zullen we in de omgeving hier blijven? Ik vind het wel een mooie omgeving hier. We hebben cave systems. Ja. Dus dan gaan we gewoon het NPC village securen, zeg maar. Ik ben gewoon als wat Minecraft heb gedaan, zeg maar. Een muur eromheen bouwen. En dan kunnen we er helemaal in gaan wonen en zo allemaal. Zeg maar, dan maken we zo'n ondergronds huis of zo. Of een huis in de oceaan. Dat is cool. Ja, in principe kunnen we wat dat wat voor op... huis vinden jullie dat we moeten maken? Zo'n onderwaterhuis, zeg maar? Of moeten we zo'n soort huis, wat ik gewoon als wat Minecraft heb gemaakt, of kasteel of zo, laten we even achter in de comments, jongens. Ja. Ja, dit is echt niet zo'n boeiende cave dit. Dat daar valt mij heel erg tegen. Ik heb een paar kippen die ze gedragen als een stelletje downies. Hup, ik op jullie. Ik ga denk, is dat... Nee, het is nog steeds nacht, hè? Nee, ik heb het al dag gezet. Heb je geslapen dan? Nee, er bestaat zoiets als single player comments. Oh. Nee, het is game moe! Wat? Kut, kip. Het is er. Kip is zo weggelopen, zo de lava en zo. Hij draait zich voor mij om. Tududududu, zo de lava in. Och. Eigenlijk kan ik zo omreachenen. Bezig die de lava in lopen omdat het AI te dom is. Ik stel niet dat Atla met deze beest overweg kan, echt niet. Wat is dat voor kut cave system dan? Fuck off games en respect voor jou dat jij met die kippen om kunt gaan. Echt niet normaal. Oh. Crafting table meenemen. Zo. Ga ik terug naar de village. Om alle dingen weg te brengen. Je kunt wel naar mij tp'en. Ik ga er wel een warp zetten, denk ik. Warp cave. Of warp village. Of warp home. Oh, hi. Hi. Oh, even wat nou is die kip afgeleid. Kijk dan maar de downy hier. Kijk dan maar de downy.
Dan zit hij in een grot, hey. Oh, dat schele beest. What the fuck, wat doe niet jij? Niet zo agressief, hè, Ronald. Wat doet die kutkip? Oké, nou is die kip weg. Wat doet die kutkip? Die kip zit hier in de grot een beetje te humpen, hey. Och. Dan komt hij de grond weer uit zeilen. Oh my god. Oh my god. Oké, wel, waarom is een koe uit het ding ontsnapt? Nou, waar is die kip nou weer dan? Dat weet ik niet. Joh, de kutkip. Nog, zie die kip dan. Beest is helemaal gestoord, kijk dan. Beest is helemaal de weg kwijt. Wauw, gewoon wauw. Wauw, hij is zoiets van, YOLO, ik zwem weg. What the fuck, dat beest zwemt ook weg nog, kom hier. Hallo. Wauw. Nou, ik ben een beetje klaar mee, Jordi. Ik ga wel even... Wat ga je doen? Echt gewoon, oh. die kippen die sporen niet. Dus dat moet maar op de ouderwetse manier. En dat is? En waarom is die koers ontsnapt? Oh. Mini koetje. Ja, niet die andere koers ontsnapt, die is weggelopen. Zit er een gat in een hek of zo? Heb jij de deur op laten staan, Jordi? Ik ben er niet eens in geweest. Waarom is die koe dan weg? Weet niet. Waarschijnlijk weer van die server rotzooi. Dan moet je hem weer laten lokken. Nou, ik weet niet wat met de AI van die beest in de hand is in jouw server, Jordi. Mag ik hem doden? Nee, dat mag niet. Oh. Jammer. Het is de vader die moet weer zijn kind. Ja. Snoes bij mij? Nee, volgens mij niet. Nu ben ik er klaar mee. Zo, kijk eens aan. Godskleren. Kut. En we gaan hier denk ik de aflevering beëindigen. Zijn we zo lang bezig dan? We zijn 12 minuten bezig. Zullen we nog even doorgaan? Oké, nog even. Nou ja, nee, ik moet nog wat dingen off-camera doen en zo, dus... Okay. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Klik even op het groene duimpje, abonneer nog op Ronalds kanaal. Ja, bij 10 duimpjes is bij mij de volgende aflevering, dus... Ja, dus bedankt voor het kijken en wij zien jullie later. Ja, dus ja. Later mensen.